Een veel voorkomend probleem dat we dus in de praktijk tegenkomen, is dat leden en projectbeheer een uh, zootje blijkt te zijn. Nu, hoe komt dat? Canva wordt in heel veel organisaties gewoon op binnengegooid en de mensen worden een beetje aan hun lot overgelaten. Um, niet iedereen heeft uiteraard evenveel kennis van Canva um, en het platform in zijn geheel, dus daar wringt het schoentje wel een keer. De meeste mensen kunnen wel wat met Canva werken, maar ik heb al bedrijven gezien of organisaties, er gezegd waar dat er bijvoorbeeld meerdere teamaccounts opgericht werden terwijl dat, dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Als ik bijvoorbeeld eventjes bij mij hier in Canva kijk, dan gaan we zien bijvoorbeeld dat ik lid ben van twee andere organisaties of teams zoals Canva dat noemt. Voor ons bij Typographics is één bedrijf eigenlijk één team. En om dat dan te gaan managen, zeker als de organisatie een beetje groeit, dan moet een beetje dieper gaan graven. En dat zit niet meteen op een heel duidelijke plaats. Als je teamleden wilt gaan beheren op een efficiënte wijze, dan moeten we hier naar settings gaan. En daar heb je mensen en groepen. En dat is eigenlijk de plaats waar dat moet zijn om uw grotere organisatie degelijk te gaan managen. Als we mensen gaan toevoegen, of dat dat er nu verandert, 15, 20 of 100 zijn, maakt niet uit. Die kunnen allemaal onder één team gaan stoppen. Je kunt die allemaal heel doelgerichte de juiste rol gaan toewijzen: van admin, branddesigner of member. En om je grote ledenaantallen, tenminste, een beetje manageable te gaan houden, kunnen dat ook nog een keer in groepen gaan onderverdelen. Deze groepen is wat wij meestal zien in organisaties als. Teams gezegd of subteams. En vandaar wel een keer de verwarring, denk ik, bij veel bedrijven dat ze geneigd zijn om aparte Canva Teams te gaan oprichten, terwijl dat hier eigenlijk met groepen moet gedaan worden. Dus zo ga je dat heel efficiënt kunnen gaan managen. En dit is rechtstreeks verbonden eigenlijk met het projectbeheer in Canva. Want een keer dat je je ledenbeheer op orde hebt en je groepen aangemaakt hebt, dan ga je hier zien bij projects bijvoorbeeld, dat we een logische, aangepast aan uw organisatie mappenstructuur kunnen gaan uitbouwen. Ik heb dat hier ook een beetje gedaan. Ik heb hier bijvoorbeeld de map voor Typographics. Ik heb hier ook een map clients, waarin ik verschillende cliënten heb waarvoor ik ga gaan werken. Klanten, beter gezegd. Klanten waarvoor ik ga gaan werken. En ook voor de eigen organisatie voor Typographics heb ik daar een map met relevante submappen voor onze organisatie. Nu dat indelen van die mappen ook, ja, een keer dat je die hebt gemaakt, kun je daar heel gemakkelijk mensen aan gaan toevoegen. Dus als ik een nieuwe map maak, gaat Canva automatisch gaan vragen welke mensen groepen je daaraan gaan toevoegen. En dat verwijst dan natuurlijk naar die groepen van daarnet of die mensen van daarnet die toegevoegd werden aan de organisatie. En zo hadden al die dingen netjes op orde. Ga je gaan zorgen dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste mappen en niet alles door elkaar begint te lopen natuurlijk? Ga je dan ook nog een keer de juiste rollen gaan toewijzen aan uw leden? Dan ga je er ook voor zorgen dat die de juiste rechten hebben om dingen te doen of net niet te gaan doen binnen de organisatie. Zo ga je alles beter op orde.